Journalist die je bent. Oh, dat deed echt pijn. Dat ik je een journalist noemde? Nee. Deed dat pijn? Ja, nee, ik bedoel, nee, ik kan niet zoveel lachen. Dan, daarom is het zo chagrijnig vandaag. Ja, nee, Rising, een game, Ubisoft, motoren. Ja. Nee, het is heel... Ja, dat werkt. Nee, Redlings. Oh ja, Trails Rising, een game, motoren, Redlings, Ubisoft. 25 euro. 26 februari. 26 februari, Tom mocht ermee aan de slag. Ubisoft blij, Tom blij, want Trails, ik vind Trails heel erg leuk. Ik heb de vorige Trails uren en uren speelt met mijn grote vrienden Lars en Leon. Gewoon couch co-op, want dan kon je echt met elkaar kon je ook gewoon super vette dingen doen. En ja, Trials, wat is het? Het is gewoon, eigenlijk is het zo'n browser game, maar dan professional. Daar komen ze ook vandaan natuurlijk. De allereerste Trials was zo'n browser game die eigenlijk gewoon Line Rider aan de steroïden is. Dat was gewoon spelen.nl. Kon je hem gewoon spelen? Ja. En op een gegeven moment hadden ze toen zoiets van, wacht, wat nou als we hier iets meer mee gaan doen? En dan maken we er wel graphics bij, dan lanceren we dat op de Xbox 360. En zo geschiedde een heel Trials HD en Trials Evolution. En nu zijn we aangekomen bij Trials Rising. En dat wordt de meest uitgebreide Trials ooit. Nou, me dunkt. Ja, weet je hoe lang geleden het is voordat Trials... Dat is even geleden, Dat is echt heel lang geleden. Ook wel deze generatie. Ja, oké. Maar het mag wel meer zijn. Ja. Oké. Alles in Trials draait om evenwicht. Je springt in de lucht en dan kun je salto's maken. En het is altijd de bedoeling dat je weer netjes neerkomt. Net genoeg snuit of net niet genoeg snuit. Het is eigenlijk een puzzelgame, maar dan aantrekkelijk vormgegeven. Eigenlijk wel, hè? Ja. Het is een soort van puzzelen met je gas en hoe ver je naar voren en naar achter leunt. En dat is alles. En dat is alles. Maar wat is er nieuw? Want vorige keer was het de grote vernieuwing. Couch co-op met meerdere mensen en natuurlijk veel meer levels. Wat is er nu nieuw? Veel meer levels. Wederom meer levels dus, inderdaad. Het gaat nu via een soort van world map en daarin kun je allerlei verschillende dingetjes doen. Lijkt een beetje op de Crew 2, ook qua hoe het vormgegeven is. Man, we're gonna ride on some motorcycles, man. Some radical rides. Nee, heel fijn is dat Redlings inderdaad niet... Wacht even, doen ze dat ook bij Redlings heeft er dus niet voor gekozen om het voice acting team van The Crew en Steep te gebruiken. En daar bedankt gekke Zweden. Maar nee, het is dus weer gewoon een trial zoals je verwacht. Dus het is heel veel racen. Je hebt inderdaad nog steeds die couch co-op. Er zijn een aantal kleine vernieuwingen en dat is dus meer levels dan ooit. Ze willen nog niet zeggen hoeveel, maar meer levels dan ooit. Meer dan ooit. Betere level creator. Nou, daar hebben we dan deze keer helaas niet in kunnen duiken. Maar er schijnt dus veel meer te kunnen qua level creation. En er zijn een aantal gekke nieuwe toevoegingen, waaronder de tandem mode. Ja, dat is iets waar je mij kietelt. Want daar krijg ik echt heel erg Mario Party vibes bij. Want het punt is namelijk dat die hele game, zoals net omschreven, draait dus om evenwicht. Maar als je met z'n tweeën gaat zitten kutten met evenwicht... En met het gas. En met het gas. Wacht. Ja, je hebt allebei gewoon de controls over de hele bikka. Bikka, ja. Ja, sorry. Hey, like, comment en subscribe. Leuk collabje met deze... Sorry. Je kunt bikken. Ik gooi hem erin en kijk wat er gebeurt. Ik ben niet teleurgesteld. Ja, moet je hard lachen. Ja, denk pijn? Ja, denk pijn. Mooi. Ja. Maar goed. Je hebt allebei besturing. Dus dat wordt totale chaos. Dat wordt totale chaos. De moeilijkste levels zijn... Je kunt alles wat je kan rijden op alle verschillende bikes... kun je nu dus ook doen op de tandem bike. Dus je hebt die hele kleine bikes. Je hebt de mediums. Je hebt de wat meer zwaardere. Al die dingen, die kun je alle levels mee rijden. Je kunt ze altijd uitrijden. Maar dus ook de tandem bike. Dus het is gewoon met twee man, één motor. Fix het maar. Probeer het maar weg te fietsen. Ik krijg een overcooked idee. Ik denk dat het... Het wordt een heel leuk partygame. Ja, maar ook voor stelletjes wordt het smerig. Ja, nou, sterker nog, in de geschreven preview zei ik al van... Nou, als Overcooked je relatie niet kapot gaat maken... dan gaat Trials Rising het in tandem mode waarschijnlijk wel doen. Ja, nou, ja. Leuk. Lekker. Relaties kapot maken. Dat is wel voor bij gamen. Ja. Oké, verder. Grafisch is het een stukje mooier. Grafisch is een stukje mooier, maar niet dat je denkt van... Wauw, maar het is in ieder geval wel... Ze doen heel veel gekke dingen natuurlijk met de achtergrond... en wat er allemaal kan bewegen. Er is een level waarbij je op een gegeven moment... moet je jezelf tegen een sloopkogel aangooien. Dat is dan de finishlijn in plaats van ergens doorheen rijden. Er is een Hollywood level waarbij ineens alles virtual effects worden... waardoor je ineens ben je door een studio aan het rijden... en ineens ben je door een alien landschap aan het rijden. Vet. Ze doen heel veel gekke dingen en dat is precies wat je verwacht van Trials. En daarin, ja, naar mijn idee, gaan ze nog verder over de top. Vind ik heel mooi. In het gameplay element is niks veranderd, toch? In het gameplay element is nog steeds gassen en een beetje hangen en leunen. Dat is alles. Leuk. Komt ons wel iets minder tegemoet de Nintendo Switch versie. Wat is er aan de hand met de Nintendo Switch versie? Allereerst, er is een Nintendo Switch versie. Yay, Trials, onderweg.
super nice. Andere hand, je zegt het al, het is gassen en leunen. Super specifiek, precies, dat is Trials. Maar de Nintendo Switch heeft geen analoge trigger. Dus je kunt niet precies gassen, het is alleen aan of uit. Dus dat kun je oplossen door de trigger analoge stick je gas te maken. Maar ik vind het niet heel fijn spelen. En hey, ook de pro-controller ondersteuning? Ja, dat dan wel. Maar bijvoorbeeld dat on-the-go trial spelen is dus wel een heel stuk lastiger. Het. Plus het feit dat de game voorlopig, dit is ook een vroege versie, maar die draaide wel heel lagere stuk framerate dan wat je hebt op de Xbox, op de PlayStation 4 en op de PC natuurlijk. Komt hij wel tegelijk uit? Hij komt wel gewoon tegelijkertijd uit. 26 februari kan hij ook op de Switch spelen, maar als je zo'n als purist bent of je hebt echt zoiets van ik wil echt de beste tijden rijden, ik wil hier echt ontzettend goed in worden, dan moet je misschien niet voor de Switch versie gaan. Dat is gewoon even een heads up, omdat weet je wel, die versie trekt 20 frames per seconde terwijl de PlayStation met gemak 60 trekt. Dus dat is als je echt zo Trials wil spelen, dat je echt heel diep erin wil gaan, wat jij dus ook hebt, dat je urenlang wil blijven spelen, dan kun je misschien beter even gewoon weet je wel, een backflip over de Switch versie maken. Ik ben een Xbox man wat Trials betreft. Daar ligt mijn hart ligt nog steeds bij Trials HD, die was op Xbox, daarna ben ik ook verder gegaan. En die trilling in de trigger is natuurlijk wel fijn. Ja. Voor Trials, dus dat is wel een dingetje. Dus leuk, ik heb heel veel om dit spel te spelen, richting de release 6... Maar nou je bik aan mij. Oké. Ik maak er even synoniem van, ja. Ja, oké, prima. Heb ik net gedaan. Ja. Bij deze. Goed, richting 26 februari als de game uitkomt, dan heb je natuurlijk een uitgebreide review hier op Gamers.nl. En lees ook de preview, uitgebreide preview van Tom op Gamers.nl. Ga verder voor nieuws naar Gamers.nl, we hebben filmpjes, met allemaal gekke dingen. Allemaal leuk. Ja. Gewoon lekker even komen. Doen we elke dag dingen plaatsen. Hartstikke goed. Ja. Maar vooral Trials nu. Wat ja, daar heb ik ook heel veel zin in. Ja, 25 euro. Is dat nieuw? Dat zijn bedragen van... Ubisoft gooide dat er ook echt als uitsmijter bij. Heeft Ubisoft er gewoon bij? Dus zit Ubisoft bij alles tegen jou te zeggen? Ja, trouwens maar 25 euro. Volgens mij niks. Nee, maar ik bedoel, ze geven het bijna weg. Ze geven het bijna weg. Zeg even tegen je bezoekers. Ja, je bent het lief van je portemonnee. Nu, die game is gewoon pre-ordered. En dat gaat er gewoon bij mij in zitten. En dan denk ik van, oh shit, maar die game is maar 25 euro. En dan krijg je wel meer Trials dan ooit voor. Holy shit! Ja, van de vrouwwagen gevallen? Zijn ze Nee. Dat is gewoon wit en handel. Hoef niet eens naar Kingwing of zo te gaan, man. Dat is gewoon echt richtprijs, gewoon 25 euro, joh. Nou, dat is geen geld. Hey, kun je het zelf niet maken? Kun je het zelf niet maken? We moeten overlaten aan die Scandinaviërs, die kennen dat wel. Oh fuck, ga doen, dan kan ik er wel van maken, denk ik. Het is een remapping. Ja, dit is dezelfde map, gewoon Ctrl-C, Ctrl-V. Nee, een beetje paars erin. Geen geld. Nee. Ik sta er ook van te kijken. Ja, ik ook. En dit is een echte journalist, hè? Zoals hij het zegt. Ik zat zo, noteren. 25 euro. Pen en papier ook, ja. Neemt hij mee? Ja. Het is een potloodje hier. Trials Rising, meer Trials 25 euro. Dat is alles. 3 uur gespeeld. Goed bij, ga naar de tel.